Je kijkt naar de eerste Grachtenfestivalflits van 2015. De komende 10 dagen is Amsterdam het decor van voorstellingen en concerten van het Grachtenfestival. Elke dag van het festival zie je op Salto één interview met een muzikus of betrokkenen van het festival. En vandaag spreek ik met degene die verantwoordelijk is voor de programmering van het festival. Mirjam Wijzenbeek, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Hoe lang van tevoren begin jij daar nou aan die programmering? Eigenlijk al, laat ik het zo zeggen, eigenlijk zijn we al begonnen met 2016. Dus er worden al wat lijntjes gelegd en er komen al ideeën binnen. Mensen die een mooi project hebben en denken dat het bij het Grachtenfestival past. Dus er worden al gesprekken gevoerd. Dus echt meer dan een jaar van tevoren ben jij al aan het nadenken? Ja. Ja. En het gaat met name over de grote projecten, de operaprojecten, operavoorstellingen. Nou, daar gaat natuurlijk veel tijd in. Alleen al het idee en dan zoeken naar locatie. Allerbelangrijkste is zoeken naar geld. Dus daar is veel tijd voor nodig. Alle fondsen langs gaan. Want waar hou je in je programmering rekening mee, behalve met geld? Waar moet een voorstelling of een concert aan voldoen? Bij Grachtenfestival Amsterdam is er één grote kern en dat is dat het gaat om jonge muzici. Dus eigenlijk, we zijn het grootste klassieke muziekfestival van Nederland. En wat ik zelf een heel erg bijzonder aspect vind, is dat het jonge muzici zijn. En als er wat oudere muzici bij betrokken zijn, zijn die vaak als een soort oudere meester. Toch een soort meester-gezel combinatie. Maar het leuke is dat we dus meer dan 200 concerten kunnen vullen met jong talent. En wat versta je dan onder jong? De jongste dit jaar is een 12-jarige saxofonist. Die speelt in een serie in de huistuin- en dakterrasconcerten. Zijn op de mooiste locaties aan de grachten, de mooiste stelkamers, waar je dus als publiek alleen maar langs loopt en verlekkerd naar binnen kijkt. En nu mag je naar binnen en krijg je ook nog een concert door jonge muzici. En dat zijn jonge prijswinnaars van het Prinses Christine Concours, de Jordan Violdagen en dat soort dingen. Ja. Dus dat is heel erg jong. En dan hebben we vooropleiding conservatorium. Heel veel studenten van het conservatorium, conservatoria uit heel Nederland, ook internationaal. En dan eigenlijk tot aan het punt dat mensen echt doorbreken, dat noemen we eigenlijk jong. Ja. Jong talent, jonge muzikus. Ja. Ja. Je zei net zelf ook al, er zijn fantastische locaties. Mm-hmm. Dat is ook eigenlijk een aspect van het Grachtenfestival, toch? Dat ja. Jullie zijn op zoek naar de mooiste, gekste, bijzonderste locaties. Klopt. Ja, als ik net eigenlijk de eerste pijler heb genoemd, jonge muzici, dan is de tweede bijzondere locaties. Het leuke is dat je daarmee dus ook het publiek, net als bij die mooie stijlkamers, een soort bonus biedt. Dus je stuurt mensen naar een mooi concert, een mooi uniek concert. En dan ook nog op een locatie waar die nieuwsgierigheid wekt. Dus dan bieden we eigenlijk twee mooie onderdelen die mooi samenkomen. En daarbij proberen we ook altijd korte concerten te programmeren. Meestal zijn ze gewoon een uur zonder pauze. Dus dat zorgt ook voor toegankelijkheid. Kaartjes zijn niet duur. Dus het is gewoon alleen maar heel erg leuk en feestelijk eigenlijk. Ja. En elk jaar heeft het festival thema. Ja. Dit jaar is het expeditie. Ja. Is dat een makkelijk thema om omheen te programmeren? Het thema is altijd moeilijk om een thema te vinden. Wat inderdaad zowel op het artistieke onderdeel dat daar past en ook op locaties. En expeditie is een mooi thema, zeker. We hebben een mooie rode draad in de locaties. Dat is namelijk de stelling van Amsterdam. We zitten echt op geweldige plekken. Die behoren tot die oude kustbatterij. En hebben altijd erg mooie verhalen over het Keuriskwartet speelt bijvoorbeeld op het Vuurtoreneiland. Heel erg leuk. Die hebben echt een programma samengesteld dat past bij dat eiland. Het past bij de geschiedenis van het eiland. Een eiland waar je normaal gesproken niet op mag. Precies. Komen, ja, of alleen bij hoge uitzondering als je. Als het je lukt om daar bijvoorbeeld te eten. Er is een geweldige eetgelegenheid. Het is echt een unieke plek. Ja. Nou, hebben jullie dit jaar nog te maken met SAIL? Dat valt deels samen met het Grachtenfestival. Ja. Enorm evenement in Amsterdam. Gigantisch. Is dat voor jullie een hinder of juist een kans? Of? In de eerste plaats is dat het spannend is voor iedereen. Want het is een ongelooflijk groot evenement. En
Dus dat wordt ook alleen al logistiek, zijn we aan het kijken, gaat het allemaal werken. Maar we vinden het een hele leuke samenwerking. Want we hebben bijvoorbeeld ook concerten op twee tollships. Twee Russische gigantische schepen waar een aantal blazersensembles op staan. Die dan ook allemaal het programma hebben samengesteld wat hoort bij zee, bij storm, bij expeditie. Dus dat is een hele mooie combinatie. En staan we ook op de laatste zondag op de Kop van Java. Geweldig podium. Dus voor ons publiek is dat heel erg leuk om die combinatie ook te kunnen bieden. Ja. Dus we maken er gewoon een feest van. Ja. Het Grachtfestival heeft nu de 18e editie. Klopt. En wordt eigenlijk volwassen nu. Maar, ja, inderdaad, ja. Ja. Maar hoe lang ga jij al mee? Ik ga al 4 jaar mee in verschillende functies. En dit is mijn 2e jaar als programmeur. Ja. En als ik het goed begrepen heb je zelfs ooit een keer nog als muzikus op het Grachtfestival gestaan. Klopt dat? Ja, meerdere keren zelfs. Ja. 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 Dus je hebt verschillende rollen heb je vervuld. Absoluut, ja. En dus ik weet ook hoe leuk het is om op dat festival te staan. En hoe vriendelijk de organisatie altijd is geweest. En ik heb het ook altijd gezien als een kans om, om in het Grachtfestival deel te nemen. Dus voor mij is het heel erg leuk om die kans echt weer te bieden aan andere jonge muzici. Want hoe doe je dat? Hoe hou je jezelf op de hoogte van welke muzici zijn nou geschikt voor het Grachtfestival? Er zijn zoveel mensen die aan het consortium studeren en die elke keer weer afstuderen. Hoe hou je jezelf op de hoogte daarvan? Ja, dat is veel naar concerten gaan. Veel luisteren naar opnames. Ik krijg veel opnames gestuurd. Wat een mooie leidraad is, zijn concoursen. Wij organiseren zelf een concours. Het Grachtfestival Conservatorium Concours. Het zijn alle afgevaardigden van alle conservatoria in Nederland. Die komen dan bij ons in de voorronde en dan in de finale. De prijswinnaars bieden we ook weer mooie concerten. We hebben dit jaar voor het eerst een pitch georganiseerd. Dat was heel erg leuk. Waarin ook muzici uit het hele land naar Amsterdam kwamen om bijvoorbeeld op het thema of op een mooie locatie te pitchen. Ja, dus vertel nog iets meer. Mensen konden zelf, de muzici konden zelf een idee aandragen. Ja, ja, precies. Normaal bedenken we een thema en vragen wij muzici, je komt met een programmavoorstel. Of mensen komen zelf al met een voorstel waar we denken, dat past perfect. En nu hebben we het een beetje omgedraaid. Hebben we eigenlijk mensen echt uitgenodigd. Kom met een uitgedacht plan. En komen we 2 minuten spelen. Om te laten zien wat we kunnen verwachten. En daaruit hebben we dus een selectie gemaakt. En had je daar wat aan als programmeur? Ja, het was heel erg leuk. Ja? Ja, ik was ook echt. De opkomst was echt heel erg. Geweldig. Veel mensen die kwamen. En het is een hele leuke manier om in dat stadium al zo heel specifiek dat soort concerten en dingen te organiseren. We zien daar zo een reportage van. Ik wil alleen nog weten, wat was nou voor jou de grootste, waar ben je eigenlijk het meest trots op dat het is gelukt? Wat was de grootste hobbel of het moeilijkste om voor elkaar te krijgen? Dat klinkt misschien een beetje saai, maar eigenlijk het geheel. Er staat gewoon een mega programma en dat is bedacht ergens op een bepaald moment. En dat is, het is een ontzettend teamwork. Dus het is de hele organisatie van het Grachtenfestival die dat allemaal voor elkaar heeft getimmerd. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen, dat we dat met z'n allen hebben geregeld. Ja, dus je bent trots op het geheel. Absoluut. Ja. Ja. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. En ik hoop dat je kan genieten ook van alles wat je geprogrammeerd hebt. Zeker, ik ga veel kijken. Mooi. In de volgende reportage zie je dus een verslag van de opmaat van de dag die het Grachtfestival in maart organiseerde, waarop muzici hun ideeën konden pitchen. Ik zeg vast tot morgen. Dan komen bariton Jan-Willem Bayet en gitarist Paul van Utrecht bij mij aan tafel. En ik praat met hen over het 10-jarig bestaan van Vrommerman en hun bijzondere band met het Grachtenfestival. Tot morgen. Een hele bijzondere dag, omdat het de eerste keer is dat we als Grachtenfestival de opmaat doen. We laten hier eigenlijk heel veel dingen starten die tijdens het festival zullen plaatsvinden. Het traject Zeehelden, samen met Over het IJ-festival, waarin jonge theatermakers en jonge muzici samen iets gaan doen. De pitches,
waarin we 12 ensembles hebben uitgenodigd die op het festivalthema expeditie of op een locatie mochten pitchen. Ja, en je voelt gewoon de energie en het talent, dat spat er echt van af. Op de pitch hebben we een gedeelte van onze voorstelling gespeeld van Pelgrimbras. Pelgrimbras is een ensemble wat in Rotterdam gesticht is in Delfshaven. De plek waar de pelgrims naar Amerika vertrokken. We hebben daar een nieuwe kolonie gesticht. De Dvořák, de negende symfonie van Dvořák, is eigenlijk geschreven uit de nieuwe wereld, wat de pelgrims hebben gesticht in Amerika. Dit is een muzikaal verhaal waarbij wordt voorgelezen uit het dagboek van John Carver, wat hij allemaal heeft meegemaakt onderweg. Dus we willen eigenlijk met die voorstelling bereiken is dat mensen gaan nadenken, zich voor gaan stellen hoe het eruit ziet. Bij de tekst die wordt voorgedragen, maar ook de muziek die daarbij hoort, want het is eigenlijk, die hele symfonie is eigenlijk echt, het is heel duidelijk wanneer er een storm is, wanneer het heimwee moment er is. Dus eigenlijk heel breed gaat de hele voorstelling daarover. We hebben net een hele ochtend vol met pitches gehad. Heel erg leuk. 12 ensembles hebben gepitcht of op de locatie, Museum Werft Kromhout, of op het thema expeditie. En de meest originele ideeën voorbij zien komen. Dat is echt geweldig. We hebben een eigen stuk van ons gespeeld. Voor strijkkwartet en voor jazzsextet. En ik hoop dat we het heel mooi gespeeld hebben. Dat we de jury binnengehaald hebben, over de streep getrokken hebben. Dat we op het Grachtenfestival mogen spelen. Ja, het is een fantastisch festival. De mix van het programma is heel mooi. De variatie in het programma is heel mooi. En ik denk dat wij daar als ensemble heel mooi in passen. Ieder jaar is natuurlijk een thema. En hoe we erop gekomen zijn is dat eigenlijk wat wij publiek bieden, het zijn twee dingen. Dat is een ontdekkingstocht door de stad. Want ja, wij laten op 90 verschillende locaties concerten zien. Dus dat is eigenlijk al een expeditie, een ontdekkingstocht. En wij laten daarbij het publiek ook kennis maken met nieuw, jong toptalent. Dus ook dat is ontdekken. En daarbij kwamen we op het woord expeditie, omdat dat ook heel erg past bij de grachtengordel. Die is ontstaan door de handel, de koopvaardij, ontdekkingsreizen. Dus zo kwamen we op het thema expeditie. Let's ask one of the young singers to come, to pick a prop and then to have a small monologue. Part A, part B. Ja, we hebben een sneak preview gegeven aan geïnteresseerde studenten en afgestudeerde zangers die van de zomer nadenken over een te volgen opera workshop, performing opera, aan het Grachtenfestival. Part A is describing, so you don't know what it is, but you describe what you see, what you smell, what you hear, what you feel. Prachtig. Rond spiegeltje dat nog een beetje naar zalf ruikt. Wat zij anders dan instrumentalisten op conservatoria moeten doen, is dat ze behalve dus een goede muzikant moeten worden, moeten ze ook hun instrument nog bouwen, want dat zit in hun. En vandaar dat ze op school niet altijd toekomen aan dit soort stukken, namelijk wat doe je er dan mee als je heel mooi kan zingen? Part B is, this is the prop which is all my life with me, or part of my life with me. Het betekent eigenlijk niks voor me hier, maar ik heb het gewoon al de hele dag in mijn tas zitten. Veel mensen die denken, veel zangers denken, ik moet veranderen in iemand anders. Want in het programmaboekje staat dat ik de tsarina ben en dat ben ik in het echt niet. En dan gaan ze heel erg proberen om die tsarina te worden. En wat wij ze leren is dat op het moment dat zij echt zouden denken dat ze die tsarina zijn, ze nooit meer worden teruggevraagd voor welke productie dan ook. Dus dat vak een heel ander vak is. We hebben net een preview gegeven, of eigenlijk verteld dat we gaan doen in samenwerking met het Grachtenfestival, tijdens het Grachtenfestival. Met die concours gaan we een Junior Academy doen, waar we een aantal mensen vanuit buitenland en van Nederland bij elkaar zetten. Dan komen er een aantal docenten, waaronder Frederik Chu. En dan hebben we gedurende die week openbare masterclasses en een presentatieconcert. Deep Piano Studies is bijvoorbeeld een onderwerp en het gaat over dat je bezig bent met de muziek zonder dat je daar daadwerkelijk het instrument voor gebruikt. Dus hoe bereid je een stuk voor? We konden helaas natuurlijk geen docentje presenteren, maar wat we dus nu hebben gedaan is, we hebben een van de deelnemers, Yang Yang Kai, die YPF concours gewonnen heeft. Die heeft wat gespeeld samen met onze derde prijswinnaar, Menzi Han.
Maria Milsen gaat 5 violen uit de collectie van het NMF bespelen. Nee, dat lieg ik. Het zijn 4 violen uit de collectie van het NMF en 1 van Maria zelf. En die komen uit 5 verschillende landen, die instrumenten. En we gaan ze niet echt met elkaar vergelijken, maar meer presenteren. Om de studenten en aan het publiek te laten zien wat voor mooie violen er uit verschillende streken van de wereld komen. Die zijn sowieso allemaal heel mooi. Het is hoge kwaliteit. Het NMF heeft gewoon een heel mooie collectie. Elk heeft zijn eigen persoonlijkheid. En het is ook heel interessant om te zien hoe het werkt ook met snaren. Omdat snaren hebben natuurlijk ook invloed op de klank. En een van de violen heeft duimsnaren op. En dat is echt een andere wereld. Dus dat is ook heel interessant. Ik heb een paar keer al op het Grachtenfestival gespeeld. Het is een geweldig festival. Gewoon bruisend en jong. Dan is het tijd voor het publiek om zich om te draaien. En dan wordt er een blinde test uitgevoerd, zodat het publiek zeg maar zonder te kijken echt gaat luisteren en raden welk instrument Maria vervolgens gaat spelen. In ons programma voor het Grachtenfestival, we willen 2 verschillende manieren voor van expeditie presenteren. Vandaag heb ik gepresenteerd mijn nieuwe project, dus strijkkwartet en slagwerk. Expeditie, dit is de team van de event. In de soundbox en dat muziek, dit stuk gezien, dat komt terug naar de kindertijd, wanneer tijd zonder probleem, tijd van de expeditie van de hele wereld. We hebben onze eigen net opgerichte operagroep voorgesteld voor een plek op het Grachtenfestival. En we hebben 2 duetten gezongen uit Le Nozze di Figaro. Wij maken andere versies van de grote beroemde opera's. Die we eigenlijk overal kunnen brengen. Dus in parken en in restaurants en op allerlei verschillende locaties. En we proberen dat dan ook zo te doen, zodat het leuk is voor mensen die heel erg bekend zijn met het genre. En ook juist voor mensen die het eigenlijk niet zo goed kennen. En we hopen dat die dan ook verliefd worden op het genre, net als wij. We zijn natuurlijk net opgericht en het Grachtenfestival zou onze groep dan wel echt een hele grote boost kunnen geven. Dus dat is altijd vet. Oh, het is moeilijk kiezen, joh. Het was zo moeilijk kiezen. Ik vind, jongens, hoe moet je daar nou een keuze maken? Maar we hebben wel met het mes op de keel een keuze gemaakt. En we gaan voor een paar ensembles, ook een paar die op een andere plek gaan we ze neerzetten. Of vragen om een concert te geven. Dus komen er meer aan de bak dan de 2 winnaars voor het thema en de locatie. Wat mij verbaast is dat er geen Beethoven-sonate gespeeld werd. Dat er geen Monteverdi of Buxtehude of Tchaikovsky gespeeld werd. Maar dat jullie bezig zijn met nieuwe muziek voornamelijk. Met andere muziek. Ze kijken over het hekje. Ze gaan richting improvisatie. Maar doen dat zo serieus. Het is geen flauwekul. Het is niet door de knieën gaan. Want ons eigen genre is niet leuk genoeg. Klassieke muziek is niet leuk genoeg. Dus doe ik iets anders. Of jazz is niet leuk genoeg, dus ga ik maar naar de klassieke jongens en meisjes. Ik vind het fantastisch wat we meegemaakt hebben. Jullie hebben ons op het spoor gezet naar, wie weet, nieuwe richtingen, nieuwe muziek, nieuwe kansen, een nieuw festival. Ik denk dat we al een tijdje aan het veranderen zijn. Dat we niet meer het standaard kamermuziekconcert in een mooi grachtenpand zijn. Maar dat ook de hele muziekwereld aan het veranderen is. En mensen zijn aan het zoeken, zijn aan het experimenteren. Veel jonge ensembles juist die dat doen. Nou, dat past perfect bij het Grachtenfestival. Dus we gaan eigenlijk mee, denk ik. En bieden ook graag podium voor dat soort experimenten. En dank voor jullie komst.